neem je de teleurstelling van je gezicht af te lezen. Hij is groot, denk ik. Ja, ik baal natuurlijk hartstikke. Want als je in zo'n gelegenheid komt voor de tweede keer weer, dan wil je hem gewoon pakken. En ja, dat lukte nu niet. Nee, vertel eens, de koers. Op een gegeven moment was je al weg met Annemiek. Toen worden jullie weer teruggepakt. Wat dacht je, als Annemiek gaat, moet ik mee? Ja, ik dacht, Annemiek ter achterwiel hou ik niet. Die moet ik echt in het oog houden. Want als je haar een meter geeft, dan is ze weg. Ja. Dus ja, ik denk dat we het begin van de koers heel goed deden. En daarna reden we een beetje achter de feiten aan voor mijn idee. Dus dat was jammer. Het is ook gewoon echt een heel hectisch rondje natuurlijk. Dus als je eventjes niet oplet, dan zit je gelijk achter de feiten aan te rijden. En dan kan je het dus snel missen. En dat is gewoon heel erg jammer. Dan die finale. Ik denk als ze meekomt over de Kouberg, dan wint ze. Dacht jij dat ook? Ja, dat dacht ik ook. Wat gaat er dan mis uiteindelijk in die finale? Ja, Cavalli had gewoon een supergoed moment. En Ashley keek ze richting mijn kant. En aan de andere kant ging Cavalli er langs. Dus ja, dat kostte gewoon eventjes een paar secondes. En hierbovenop kan je geen seconde laten lopen. Dus dan, iedere seconde die ze hier pakt, die moet je dubbel dik dichtrijden. En dat is gewoon super lastig hierbovenop. Jullie zitten daar dan nog met tweeën. Dan wordt er naar jullie gekeken. Wacht Ashley te lang met op kop rijden of niet? Ja, dat zou ik eens moeten terugzien. Ik twijfelde zelf ook een beetje van, oké, zou ik zelf nu reageren? Maar ik gokte op de sprint. Vorig jaar ging dat ook goed natuurlijk. Dus ik hoopte dat het nu weer terug zou komen en dan dat ik op mijn sprint zou gokken. Ja, wat zegt je gevoel dan over die finale? Want ja, als jij het gat dicht moet gaan rijden, dan kun je niet meer sprinten. Dan is het aan haar eigenlijk, toch? Ja, klopt. Uiteindelijk deed ze dat natuurlijk ook dus. Ja. Oké. Balen. Ja. Dankjewel. Helaas.